onderdeel van alle experimenten die we doen bij het Pad der Natuurlijke Energie is ook het nabootsen wat Victor Schauberger zelf allemaal aan experimenten heeft gedaan. Een van de plekken die we willen bezoeken is natuurlijk het Schauberger Museum, waar de nazaten van Victor Schauberger bezig zijn om ervoor te zorgen dat eigenlijk alle wetenschap die hij had opnieuw nagebootst wordt. Dus u gaat Jeroen nog zien over de koperploeg. En we doen alle projecten samen. Bij mij is het zo dat we hebben het over water. En dan begon Victor Schauberger zijn enorme wetenschappelijke loopbaan als kleine jongen zittend aan een beek. En hij verwonderde zich over het feit, hoe kan het dat de beek zo snel stroomt? Nou ja, net zoals hier achter ons, de waterval en de beek stroomt heel snel. En dat deze vis kennelijk zonder enige moeite, met een heel klein beetje beweging, op zijn plek wist te blijven. Daar waar wij als mensen heel hard moeten zwemmen om tegen een stroom in te komen, was het voor deze forellen geen enkele moeite. Nou, we hebben een paar forellen. En ik ga u er even eentje laten zien en dan ga ik u uitleggen wat nou de reden is dat deze forel eigenlijk bijna geen energie nodig heeft om op dezelfde plek te blijven. Hoe vang je een kampoen? In één keer! Pakken! Spekglad zijn! A few moments later. Kijk, we hebben hier een forel vast. We houden hem maar heel even vast. En u ziet zijn kieuwen. Misschien ziet u zijn kieuwen hier helemaal bloed doorlopen. En het water wat binnenkomt door zijn mond heen en door de kieuwen naar buiten, creëert een watervortex. En daarmee beïnvloedt de vis het water en het water de vis. De vis zwemt niet, hij wordt gezwommen. Ik doe hem gauw terug in de beek, want deze vis is een grote inspiratiebron voor ons. We laten hem in het water en dan kunt u hem zien zwemmen. En dan zijn we benieuwd of hij zijn baan er tegenin weer vindt. Kijk, u ziet hier de vis met heel weinig moeite tegen een hele snelle stroom inzwemmen. En het is precies de techniek die die vis gebruikt, die er dus voor zorgt. Kijk, hij ligt helemaal stil. Hij heeft bijna geen kracht nodig om het water te weerstaan. En het is veel meer dan alleen maar zijn schubben. Het is het creëren van vortexen door zijn ademhaling in het water. De vis ligt nagenoeg stil in het snelstromende water. Dat is onmogelijk. En toen Victor Schauberger daarnaar keek, dacht hij, hier wil ik meer van weten. En dat is precies wat wij doen bij het Pad der Natuurlijke Energie. En als je ook wilt weten hoe dit werkt en hoe dit kan, koop dan een lot op natuurpad.com en blijf ons volgen via Facebook en Instagram, want er zullen nog heel veel onderzoeken komen. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het steunen.